Een watplaat lijkt een saaie grijze smurrie. Maar als je even graaft, zie je verschillende, soms mooi gekleurde lagen. En je ruikt ook iets. Waarom stinkt dat zo? Dit heeft alles te maken met de superkleine dieren, bacteriën, die in de bodem leven. Bacteriën leven van het opruimen van de resten van planten en dieren. Laat je boterham maar eens een paar dagen staan. Dan zie je ook het werk van bacteriën. In de bovenste laag van de watbodem leven bacteriën die dode planten en dieren afbreken met behulp van zuurstof uit de lucht. De laag eronder is zwart en ruikt naar rotte eieren. De bacteriën in deze laag gebruiken geen zuurstof, maar zwavel om dode planten en dieren af te breken voor energie. En dat geeft die vieze lucht. Bacteriën zijn de opruimers van de natuur. Ze zijn heel belangrijk, want door het opruimen maken ze weer bouwstoffen voor planten en andere kleine dieren om te kunnen groeien. Dus vergeef de stinkende bacteriën. Ze maken juist lekkere hapjes voor andere dieren.